Al 32 jaar woont Paul Holst in de Uiverstraat. 27 jaar geleden plantte hij een klimop die in no time de hele voorgevel bedekte. 4 keer per jaar snoeit Holst de plant en regelmatig knipt hij uitstekende takken weg. Maar de verhuurder, Stichting Havensteder, wil van de klimop af. Ik vind dat schandalig. Op 17 augustus stond de wijkbeheerder. Ik heb dat nog nooit van iemand gehoord. Maar sinds een paar maanden schijnen we die te hebben. En die stond voor mij. En die man zegt, dat groen moet eraf. Dus ik ben helemaal verbouwereerd. Ik denk, ja, ik woon hier al zo lang, zit er al zo lang op. En welke reden gaf hij op? Ja, Havensteden wil dat niet meer. Groen mag, dat moet ook kunnen. Alleen op het moment dat groen schade en hinder veroorzaakt aan onze woningen, dan moeten we dat laten verwijderen. Want wat voor schade brengt het aan volgens u? Nou ja, het kan de gevel, scheuren in de gevel, het kan het dak, goten in het dak kunnen kapot gaan, maar ook verstopte goten, waardoor er lekkages kunnen ontstaan. Een klimop beschadigt de woning niet, alleen oude muren die kunnen gaan scheuren, maar deze woningen niet. Holst vindt het onvoorstelbaar dat na 27 jaar de klimop nu zo snel mogelijk verwijderd moet worden. We hebben het 27 jaar lang gedoogd en ik begrijp wel dat hij denkt van ja, waar komt ze nou op dit moment mee? Maar we hebben beleid bij Havensteden. Het is een soort, ja, beviel is beviel, krijg ik bijna het gevoel. Dus ik voel me ontzettend aangetast in mijn privacy. Volgende week gaan Holst en Havensteden alsnog met elkaar om de tafel. Dan bespreken ze met een aannemer of het mogelijk is dat in ieder geval een deel van de klimop behouden blijft.